Voor veel mensen is het niet duidelijk wat draaitabellen in Excel zijn. In het Engels heet dat pivot tables. Daarom gaat de tip van deze maand over draaitabellen. Je krijgt een indruk wat het is en hoe het werkt. Het is onmogelijk om in een kort filmpje alles te laten zien. De film is dan ook bedoeld om een indruk te krijgen van wat je er zo al mee kunt doen. Wil je er echt mee leren werken? Informeer dan naar onze cursus over draaitabellen. Draaitabellen worden gebruikt om gegevens samen te vatten, te analyseren en te presenteren. In een grafiek kun je die gegevens dan eventueel nog weer verder visualiseren. De gegevens voor een draaitabel staan in een lijst. Je geeft de opdracht om van deze gegevens een draaitabel te maken via het tabblad invoegen met de knop draaitabel. Ik kies ervoor om een draaitabel te maken van deze gegevens op een nieuw werkblad. Hier is dat nieuwe werkblad. Je ziet hier het draaitabelgebied en je ziet hier de lijst met draaitabelvelden. Dat zijn de kolomnamen uit de lijst die zo net getoond werd. Nu geef je aan welke gegevens je wilt gaan gebruiken en wilt analyseren. Ik wil bijvoorbeeld iets weten over de klanten en over de facturen die er uitgeschreven zijn. Zodra ik deze selectievakjes aanvink, zie je hier de klantcodes onder elkaar staan en hier per klantcode de optelling van alle factuurprijzen uit die lijst. Wil ik liever niet de klantcodes hebben, maar de klantnamen, dan kan ik hier dit vakje uitschakelen, dit vakje inschakelen en dan zie ik hier zo de klantnamen. Wil ik ook nog weten uit welke landen die klanten komen? Klantland schakel ik in. Ik zie het hier verschijnen, maar mooier is het in dit geval om klantland boven klantnaam te zetten, want dan zie je eerst de namen en dan de klanten die er in dat land zitten. Hier zie je ook waarom het een draaitabel heet, want je kunt de gegevens heel makkelijk omdraaien. Wil je in plaats van de totale factuurprijs liever de gemiddelde factuurprijs weten of een andere berekening? Hier zie je dat je kunt kiezen voor verschillende soorten berekeningen met die factuurprijs. Wil je liever iets weten over de facturen en de verschillende periodes? Schakel ik deze vakjes uit. Ik schakel het vakje orderdatum in. En ik zie hier alle orderdatums die er zijn en wat de totale factuurprijs is op die datums. Nou, staan er natuurlijk een heleboel datums in. Het is in dit geval wellicht handiger om te zeggen dat je het niet per datum individueel wilt weten, maar per jaar. En dan krijg je zo een totale factuurprijs per jaar. Ook nog graag het kwartaal erbij? Geen probleem. Je gaat hier weer naar die groepsselectie toe. Wilt ook de kwartalen erbij hebben. En dan krijg je dit. En nou nog even laten zien waarom het een draaitabel heet. Ik kan de gegevens zo draaien. En heb ik zo eenzelfde gegevens per jaartal en per kwartaal. Hier kan ik heel snel een draaigrafiek van maken. Ik wil bijvoorbeeld een kolomgrafiek zien. En dan krijg ik hier keurig een kolomgrafiek van die gegevens uit die draaitabel. In een nieuwe draaitabel zal ik even laten zien hoe je ook eventueel andere gegevens kunt halen uit deze lijst. Invoegen, draaitabel, op een nieuw werkblad. Ik wil graag weten hoeveel klanten er zijn per land. Ik zeg dus landnaam. Ik zeg vervolgens klantnaam door die selectievakjes in te schakelen. Dan zie ik hier een overzicht van welke klanten er in welk land zitten. En zou ik deze klantnaam hier naartoe slepen, dan zie ik hoeveel klanten er in welk land zitten. Je zou eventueel kunnen filteren en kunnen aangeven van nou, ik wil alleen maar de gegevens van bepaalde klanten zien. Dat filteren werkt op dezelfde manier als normaal met een filter. En je kunt het natuurlijk ook weer uitschakelen. Stel je voor dat ik ook de regio erbij wil hebben, kan ik hier ook de klant regio aangeven. Draai ik het zaakje weer even, want dit is iets logischer. En krijg je het op deze manier te zien. Filteren kun je in versie 2010 tenslotte ook met iets wat helemaal nieuw is, zogenaamde slicers.
Ik ga hier een slicer invoegen van het land, van de regio bedoel ik. Nu zie ik hier een draaitabel van alle regio's. Klik ik hierop, dan zie ik alleen een draaitabel van de landen uit Europa of de landen uit Zuid-Amerika of weer van alle landen. Tot zover, wat kun je zoal doen met draaitabellen? Kortom, een lijst met gegevens op een heleboel verschillende manieren analyseren, samenvatten en visualiseren. Tot de volgende maand.